En nu moeten we een beetje doorwerken, want over een half uur dan moeten we alweer bij de volgende vlucht zijn richting... Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, het is natuurlijk zomervakantie, dus het is tijd om op vakantie te gaan. Ja, inderdaad mensen, dit was dus nog opgenomen tijdens de zomervakantie. Dit zijn dus ook nog de vakantievlogs van de zomervakantie. Het is ondertussen alweer 2 maanden geleden of zoiets. Ja, ik wil eerst eigenlijk dagelijks gaan uploaden en dan wil ik als eerst gewoon alle video's af hebben, zodat ik dan gewoon dagelijks kon uploaden. Maar oké, ik vind nu dat het gewoon te lang gaat duren, dus daarom komt nu de allereerste vakantievlog online. En ga ik gewoon een regelmatige vakantievlog uploaden en niet volgens een vast schema of zoiets. Maar oké, we gaan nu weer verder met de allereerste vakantievlog van de zomervakantie. Let's go! Ja, daarom lopen we hier zo met de stel koffers. Jullie zien het, we zijn bij een treinstation. Dat komt omdat we met de trein gaan naar Schiphol toe. We zijn net met de auto zijn we naar het treinstation gereden. En ja, nu gaan we zo naar Schiphol toe. Dus let's go mensen. Chicago toe gaan we op vakantie, 3 weken lang. Dus dan gaan we als eerst gaan we naar Duitsland vliegen, een uurtje. En dan moeten we daarna 12 uur vliegen richting Amerika. Dus als eerst gewoon een klein vliegtuig en daarna een super groot vliegtuig. En ja, nu gaan we even hier zo kijken en dan gaan we zo meteen natuurlijk weer op tijd terug richting de gate. Ja, ik moest heel mijn tas leeghalen, want ja, die ligt natuurlijk helemaal vol met camera-spullen. Ja. Maar we zijn er nu doorheen en ja, we gaan nu naar het vliegtuig toe en over een uur dan gaat het vertrekken. Dus we gaan daar nu naartoe. Gelukkig hebben we een raam hier zo. Je hoort constant geluiden op achtergrond, dat is best logisch in een vliegtuig natuurlijk. Maar ja, dit is de 10e keer dat ik dit shot probeer te maken. Oké, we gaan zo vliegen en let's go. We'll be right back.
zijn het geland en natuurlijk met de bus naar het vliegveld gewoon gereden. En nu moeten we een beetje doorwerken, want over een half uur dan moeten we alweer bij de volgende vlucht zijn richting Chicago. Dus we zijn nu een beetje aan het doorwerken, een beetje aan het doorlopen, maar het gaat waarschijnlijk wel lukken. Het vliegtuig was trouwens wel best dat hij heel erg bewogen en schokkerig was. En hier staat nog even een hele mooie auto. Ja. Maar hij bewoog dus wel best extreem. Maar oké, we zijn geland, dus ja. A few moments later. Oké, we zijn nu bij de goede gate en nu gaan we zo meteen in het vliegtuig en dan gaan we natuurlijk weer vliegen. Dit keer 12 uur lang en waarschijnlijk hebben we dit keer geen raamview, wat best jammer is. Maar ja, we gaan het wel zien. Allemaal een beeldscherm. Koptelefoon gehad, deken, kussen. Ja, kussen heb ik nu even niet. Nou, ondanks dat we niet bij een raam zitten, kan ik toch nog wel wat filmen. Want kijk. Ja, hier zit gewoon een beeldscherm van voren. Ja, kijk, rijdt even een bus, want we staan natuurlijk nog aan de grond. En eentje van naar beneden, dus straks als we in de lucht zijn, ziet het er natuurlijk heel gaaf uit. Dus ik kan toch wel wat filmen. Yeah.
het is nog 500 kilometer volgens mij. En vlieg nog steeds op 11 kilometer hoogte. En het is nu in Nederland is het 2:30 s'nachts. En het is nu in Amerika is het 6:30 s'avonds. Is het 6:30 s'avonds. Dus ja, dat is nogal een tijdverschil. En, de eerste stap in Chicago zetten. Natuurlijk weer geland en door de douane heen geweest, de koffer opgehaald en zo. Dat mocht ik natuurlijk eigenlijk niet filmen, maar ik heb wel een paar shots ervan gemaakt. Natuurlijk niet van de mensen, want dat is illegaal. Maar ik heb wel wat shots ervan gemaakt, die hebben jullie net al gezien. Toen zijn we gelijk een auto wezen halen die we al hadden gereserveerd om te huren. Hebben we gelijk gehaald en daarmee zijn we naar het hotel toe gereden in Chicago. Maar wij gaan nu naar bed toe. Hopelijk kijken jullie de vlog van morgen weer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe nog even dat duimpje omhoog. Deel het met de mensen waarmee je het wilt delen. En tot de volgende video. Later mensen.